Vandaag gaan we in gesprek met Stella Vermeulen. Zij is organisator van Heel Holland Live. Goeiedag. Hoi. Welkom. Kan je vertellen wat Heel Holland Live precies is? Heel Holland Live is een nieuw concept voor een feestavond. Het is een avond waarbij lokale zangers en zangeressen gaan optreden onder begeleiding van een professionele liveband. Dat maakt het ook wat anders dan andere feesten. Ja, nou, je moet het zo zien. Voor het publiek wordt het gewoon een feestavond zoals zoveel. Een avond waarbij een band optreedt. Het enige verschil, en dat is tevens de grote meerwaarde van dit concept, is dat er zangers en zangeressen op het podium staan die men kent uit het dorp. Het allereerste feest wordt gegeven op 13 maart in Nijveen, dat klopt toch? Ja, ja, dat is Nijveen Live. Het heet dus Heel Holland Live, maar voor de avond passen we de naam aan naar de plek waar we staan. Dus Nijveen Live, inderdaad. En je zei al dat dorpsgenoten zelf gaan optreden. Ja. Hoe zijn jullie bij de dorpsgenoten gekomen? Nijveen Live is de eerste waar het plaats gaat vinden. En daar heb ik samen met iemand uit het dorp die heel veel mensen kent, zijn we daar eens voor gaan zitten. Van goh, wat zou dat leuk zijn in Nijveen. En die werd meteen heel enthousiast. En toen zei hij, nou dan ga ik je helpen om mensen te benaderen. En op die manier zijn we mensen gaan zoeken. En dat was eigenlijk heel snel gedaan. We hebben nu 11 deelnemers. Althans, op de posters staan er 11, maar er zijn er nog 2 bijgekomen. Dus we hebben ook nog 2 verrassingen. Okay. Dus 13 mensen nu in totaal die meedoen. En wat voor soort zangers en zangeressen zijn dat? Al mensen met ervaring of helemaal nog niet? Het is heel verschillend. Het zijn wel mensen die allemaal iets hebben met zingen en die zingen ook heel leuk vinden. Ja. Sommigen zitten al jaren in een koor, anderen hebben vroeger in een band gezeten. Weer een andere die doet een zangopleiding. We hebben ook een meisje dat eigenlijk klassiek geschoold is, maar die gaat nu een popnummer zingen. Die is nog heel jong. Leuk. En het varieert ook heel erg. De leeftijden gaan ook van, nou ik geloof 16 dat de jongste is, tot nou ergens in de 50. Dus wat dat betreft ligt het niveau wel wat hoger. Het zijn niet zomaar mensen die komen zingen. Kijk, je moet ook zo zien, het is niet spontaan dat mensen kunnen opstaan en zeggen van, oh, ik wil ook wat doen. Ja. We zijn al 2 maanden met de voorbereiding bezig. Het is ook nu al bekend wat de mensen gaan zingen. Ik kom ook een paar avonden met ze samen om te oefenen. Gisteravond hebben we er ook nog mee één gehad en het ziet er hartstikke goed uit. Het gaat hartstikke leuk. Dus het is wel van tevoren allemaal gepland. Daarom zeg ik, voor het publiek is het echt een feestavond met een band. De setlist is al klaar, iedereen weet wat hij moet doen, ja. Alleen er staan bekenden op het podium. En hoe ziet de planning van de avond eruit in Nijveen in ieder geval? We beginnen om 9 uur, het is van 9 tot 1. Er worden 3 sets gespeeld en gedurende die 3 sets komen de zangers en zangeressen voorbij. Het is dan een concept wat begint in Nijveen. Zijn er nog andere dorpen die gaan komen? Ik hoop nog heel veel. We hebben in ieder geval in september doen we Havelte Live. Dat loopt ook al. Die deelnemers zijn er ook al. En daarna wil ik natuurlijk heel graag naar andere dorpen. Ik ben daar nu even mee aan het wachten, omdat ik eerst deze Nijveen wil afwachten. Kijken hoe erop wordt gereageerd. Het is hartstikke spannend, ja. Ja. Want ik hoor wel heel veel geluiden dat mensen het heel erg leuk vinden. Maar goed. Het moet nog plaatsvinden, dus dat is wel heel spannend. En van wie zijn die geluiden precies? Van de deelnemers of ook van dorpsgenoten die al zeggen dat ze komen, bijvoorbeeld? Ook van de, inderdaad, van de dorpsbewoners. En die geluiden hoor je natuurlijk weer via de deelnemers. Ja. Want er is geen beter netwerk dan die 13 mensen die gaan meedoen. En voor Nijveen, hoe is de kaartverkoop tot nu toe? We hebben 2 voorverkoopavonden op vrijdag 27 februari en vrijdag 6 maart. Hebben we van 7 tot 8 voorverkoop in de Schallen in Nijveen. En aan de deur kunnen mensen natuurlijk gewoon kaarten kopen. Nou, het klinkt voor mij als een heel origineel en nieuw idee. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan doordat ik zelf al bijna 12 jaar met mijn band Glamorama door het hele land speel. En het gebeurt wel eens dat er mensen naar je toe komen bij zo'n optreden in de pauze van goh, mag ik een nummer meedoen? Want vind ik leuk om te zingen. En dan heb je dus zo'n lokale held die dan 1 nummer gaat doen. En als je ziet wat er dan gebeurt in het publiek, ja, dat is magisch. Want mensen vinden het hartstikke leuk om iemand te zien die ze kennen. En dan wordt die hele tent afgebroken. En zo dacht ik al de hele tijd van, nou, daar moet je eigenlijk wat mee doen.
Ik wist alleen niet zo goed hoe. Want je hebt al soundmix shows, talentenjachten, karaokeavonden, jam sessies, nou ja, noem het maar op. Maar ik wilde dat het anders zou zijn. Er zit ook geen wedstrijdelement aan. Het is dus echt een volwaardig optreden. Ja, je zei het zelf al, je bent zelf zangeres. Ja. Ga je zelf ook nog die avond in Nijveen dan optreden? Dat is niet de planning. Ik verwacht dat ik heel druk ga zijn als een soort vliegende kiep om te zorgen dat iedereen op tijd klaar staat en alles in goede banen te leiden. Dus het is niet de bedoeling, maar je weet het niet. Okay. En de zangers en zangeressen worden begeleid door een band. Wat voor een soort band is het? De band bestaat uit allemaal professionele muzikanten. Dat zijn jongens die ook vaak artiesten begeleiden. De ene zit bij Frans Bauer in zijn begeleidingsorkest en de andere weer bij die. Dus dat zijn allemaal goede jongens. Er staan ook twee zangers achter, een zanger en een zangeres. Die gaan koren en die zijn er ook ter ondersteuning van de plaatselijke artiesten. Dat is wel prettig. Het klinkt heel professioneel. Ik ben heel erg benieuwd naar wat eruit gaat komen. Ja, ik wens je heel veel succes nog. Dankjewel. Bedankt voor je komst. Graag gedaan.